allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zapia, Ocarina of Time. Ik ben er weer, daar ben ik weer, hier ben ik weer. Ik weet niet waarom, maar de laatste keer zei ik het waarschijnlijk verkeerd en dat hebben jullie in de comments gezien. In de vorige aflevering hebben we de meest gruwelijke, vervelende, irritante tempel ooit gehad, namelijk de watertempel. En in deze aflevering, ja, ik zou wel kunnen gaan voor de Bottle Side Quest. Hoeveel Golden Scotulas hebben we op dit moment, heb ik nog helemaal niet naar gekeken, want ik heb net al... We hebben er bijna 50, we zijn bijna bij onze doel. Maar ik zou dus zeg maar naar de irritante Bottle Side Quest kunnen gaan, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Daar ben ik gewoon heel erg eerlijk in, ik heb geen zin in de Bottle Side Quest. Dus dat ga ik ook niet doen, ook niet. Wat we wel gaan doen is, we gaan naar Kakariko Village, want dat is de volgende punt waar we dus naartoe moeten gaan. Dus we gaan gewoon verder. We hebben nou 2 tempels achter elkaar eigenlijk gedaan, dus laten we de derde tempel er gelijk bij plakken, hè? Waarom ook niet? Want de laatste tempel daarentegen, daar moeten we wat voorbereidingen voor doen, dus... Het is de laatste tempel die we dus zeg maar aan 1 stuk door kunnen gaan doen. Bij de market. Die er nogal dood uitziet met al die Riedets. Wat een naam zeg, Riedets. Maakt niet uit. Dus, hoe is het met jullie? Met mij is het hartstikke goed. Ik heb hartstikke veel zin in. Echt, jullie zijn geweldig. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. En wij gaan dus naar Kakariko Village. En ik kan jullie dan ook nog op dit moment een leuke glitch laten zien. Maar die komt dus later, want eerst... Is het stil. Eerst wil ik jullie namelijk... op het moment dat je nu naar Kakariko Village toe gaat, zul je een cutscene krijgen. Dus die wil ik jullie zeker laten zien. Die cutscene die activeert, ja, Nederlands is mijn goedste bak, activeert zeg maar op het moment dat je Kakariko Village binnenkomt. Dus wij gaan nu Kakariko Village binnen en ik hou mijn klep. Oh nee, alles staat in de fik. Je zou je klep houden. Nee, want alles staat in de fik. Bel de brandweer als we die hebben in dit tijdperk. Wanneer dat dit zich afspeelt, ik weet het niet. Misschien moeten we even de Zora's bellen voor water? Zora's brandweer department? I don't know. Ah ja, Shikaka die staat daar. Hallo Shikaka. Hoe gaat het, kerel? Get back, Zapie. Well, sorry. Dat is... Derde nou met je gezicht? Was jouw gezicht zo erg lelijk dat je zo in één keer dat ding wegblaast of zo? Ik bedoel, jij bent helemaal met masker en alles, dus... Oh, daar ben ik geweest, 7 jaar geleden. Creepy plek. Wat? Hoe doe je dat? Dat wil ik ook kennen. Chic, je hebt lessen nodig. Je hebt vlieglessen nodig. Serieus. Chic, luister. Als je gaat vliegen, dan... Oeh, wat is dat? Wat is dat? Pak mijn zwaard. Ik ga stofslak... Waar is dat? Ik ga het vechten hoor. Kom maar stofslakje. Misschien had ik Luigi moeten bellen met een stofzuiger, maar mijn zwaard zal het werk wel doen. Toch niet. Ouchie. De pijn. Oh, kijk nou, het is gaan regenen. Nou, dat is mooi. Dan is de brand in ieder geval geblikt. Hey, Chic. Wat was jij bij mij aan het doen? Wat was dat voor ding? Heb je Luigi gebeld? Met de stofzuiger? Looks like you're coming around. Ja, denk ik ook. Zapie, a terrible thing has happened. Oh nee, niet weer. The evil shadow spirit has been released. Waarom doe je dat dan? Impa, the leader of Kakariko Village, has sealed the evil shadow spirit in the bottom of the well. Met soep! Kan niet anders. But the force of the evil spirit goes so strong, the seal of the well broke, and it escaped into the world. Ja, dat is jammer. I believe Impa has gone to the shadow temple to seal it again, but she will be in danger without any help. Nou, we hebben het nog niet eens gezien. Dus, hoe weet jij dit? Zapie, Impa is one of the 6 sages. Destroy the evil shadow spirit and save Impa. Die wil ik helemaal niet saven. There is an entrance to the shadow temple beneath the graveyard, behind this village. The only thing I can do for you is teach you the melody that will lead you into the shadow temple. Nou ja, dat is eigenlijk best wel leuk, want this is the melody that will draw you into the infinite darkness that absorbs even time. Listen to this, the Nocturne of Shadow. Nou, het is lang geleden dat we weer op onze Ocarina hebben gespeeld, dus breng het maar naar buiten. Laat het maar zien.
Oké, toekomstig ik met je blije bakkes, ga je gang en speel! Oké, mijn beurt. Jouw klonk beter dit keer vooruit, geef je dat. Ik weet niet waarom, maar de muziek blijft mooi. Ik weet niet waarom. You have learned the Nocturne of Shadow. Geweldig, leuk. Dan voel ik me blij. Let me take care of the village. I'm counting on you, Zepi. Nou, de enigste manier om deze dungeon dus in te kunnen is dus zeg maar met dat deuntje. Dus voor de rest kun je er helaas niks mee. Flashnut, ja, we weten het ondertussen wel. Dramatic tension. Nou, voordat we dus zeg maar dat nummer gaan spelen en richting de tempel gaan, vanaf na die cutscene kun je dus zeg maar een glitch doen. En die glitch wil ik jullie dus laten zien. En voor die glitch gaan wij naar onze beste weerman, Zepi de Weerman. Zelfde player de Weerman, Zelfde player 20 de Weerman. Hoe dat je hem ook wil noemen, maakt mij niet uit. Dus goed, wat je wil doen is, je wil dus eventjes naar buiten toe lopen. En ik hoop dat ik dit in één keer goed kan doen, want het is nogal een beetje tricky. Het heeft nergens geen nut voor, maar het is gewoon leuk om te doen. Wat je moet doen is, je moet naar Kakariko Village lopen. En net voordat het begint te regenen, door de potjes lopen, gelijk terug lopen. Voordat het begint te regenen, gelijk terug, gelijk terug, gelijk terug. Ik denk niet dat ik hem goed gedaan heb. Jawel, ik heb hem goed gedaan. En dan nu het weerbericht. Het is nogal regenachtig en er hangt nogal een dikke groene mist. Deze mist wordt veroorzaakt door de Goron Special Gases. De Gorons die hebben zoveel scheet gelaten tot heel Hyrule Field ongewelmd is door een mysterieuze groene mist. Deze mist kan niet worden uitgelegd door onze specialisten en is, zover wij weten, niet schadelijk. Wel loopt er een groene handzeep ergens nog rond die nogal niet echt opvalt in zijn groene tunic tijdens deze groene mist. Verder geven wij het barbecue weer zeker een 8, omdat deze groene mist het vlees een raar smaakje geeft, wat eigenlijk best wel een delicatesse is. Wat je wil doen om deze groene mist weg te halen is heel erg simpel door zo'n warp locatie weer heen te lopen en de mist zal opgelost worden. Zo in één keer weg, geen mist meer, je kunt van mij de mist in. Dit was jullie weer man, tot de volgende keer. Doei. Oké, nou hebben we dat geintje ook weer gehad. Goed, tijd voor de Nocturne of Shadow. Warp to the graveyard. Yes, we will. Yes, we can. Yes, we shall. Shalali, shalala, shalali, shalali. Never mind. Oké, dus dan komen we automatisch bij de graveyard, wat dus een warp geeft bij de graveyard, dichtbij de graveyard, wat dus heel erg handig kan zijn. Maar zoals je ziet, het is de enigste manier om hier naartoe te komen. Er zit hier geen hoekshotplekje waar je dus eventjes naartoe zou kunnen hoekshotten. Volgens mij kun je dat wel op een of andere manier, maar de makkelijkste manier is om gewoon die muziek te spelen en dan kom je dus zeg maar hier aan. Nou, naar mijn mening, en jullie kennen mijn meningsgevoel, ik ben heel erg eerlijk met mijn mening. En naar mijn mening is dit de makkelijkste tempel die je dus zeg maar kan krijgen. En dan nogmaals benadruk ik het woord tempel, niet dungeon. Want als jong Link heb je de dungeons en als adult Link heb je dus zeg maar de tempels. En dit is naar mijn mening de makkelijkste tempel die er dus zeg maar is. Ik verspreek mijn eigen bijna zelf, zo erg is het. Goed, wat we hier moeten doen is, je hebt die dinsvrij nodig. Dit is de enigste keer dat... Navi? Hou je mel. Ja? Dit is de enige keer dat je Dinsfire echt nodig hebt. Je hebt hier ook een soort van embleem op, zeg maar, dat een beetje lijkt op Dinsfire. Hier heb je hem nodig. Je kunt dit niet zonder Dinsfire. Je hebt hier Dinsfire nodig. Daarmee steek je alle toortjes aan. Het deurtje gaat open. En ik wens jullie allemaal welkom in de Shadow Temple. En wij lopen de verkeerde kant op. En Navi houdt nog steeds de klep niet dicht. En wij gaan dan gewoon door deze deur heen. En ik zal nu ophouden met en te zeggen. Dus. Welkom iedereen in de Shadow Temple. Nou, we zitten pas 10 afleveringen in deze minuut. Dus, ja, dat zei ik opzettelijk zo. Dankjewel. Wat we gaan doen is, we gaan gewoon een kleine chunk alvast uit deze dungeon halen. Kijken hoe ver dat we kunnen komen. Goed, we krijgen hier waarschuwingen van de spirits from beyond. The shadow will yield only the one with the eye of truth handed down in the Kakariko Village.
Oftewel, er wordt hier gezegd dat je de Lens of Truth nodig gaat hebben. Want hier zitten onzichtbare muurtjes. Wat leuk. Nou, voordat we hier dus zeg maar deze grote kamer gaan doen, is er hier eerst de kamer aan deze zijde. Die we dus zeg maar als eerste willen gaan doen. Nou, waarom? Hier kunnen we dus zeg maar gelijk heel erg veel kisten vinden en shit die we nodig hebben. Nogmaals, dit is een van de redenen waarom dat ik dit de makkelijkste tempel vind. One will gain the eye of truth will be able to see what is hell in the darkness. Nou, dus zal zeg maar Dark Player zich dan helemaal thuis voelen. Nou, op dit... Shadow Temple, here is gathered Hyrule's bloody history of greed and hatred, bla-di-bla-di-bla. Nou, hier zitten dus zeg maar onzichtbare muren. Ik zou de Lens of Truth wel kunnen gebruiken, maar ik... Ja, hier zit hij. Shadow Temple, here is the gathered Hyrule's bloody history. Die hebben we al gehad. Die hebben we al gehad. Je valt in herhaling. What is hidden in the darkness, race full of ill? You can see the way forward. Ja, dat kennen we wel, maar we hebben geen zin om magie te gebruiken, want ik ben er al lijk. Pas erop, hè. Even kijken. Was dat dan deze? Nee? Ik weet het, jongens. Ik kan de Lens of Truth gebruiken, maar daar heb ik geen zin in. Ah ja, deze met Lick Kevin. Shadow Temple. Ja! Zeur toch niet zomaar. Wacht eens eventjes. Ik weet ook ze. Ah, hier zit hij. Oké, nou. Weten jullie nog in de well, die mini-dungeon waar ik het over had? Ja, komt bekend voor, hè? Oké, nou, hier worden we gelijk vastgehouden door twee van die meloten en komen we weer diezelfde griezel tegen. Nou, het grappige van deze griezel is, hij ziet er niet zo griezelig uit als je dus... Oh, ik heb nog steeds Big Gorn Sword. Gaan we heel even veranderen, jongens. Ik bedoel, dat zwaard is behoorlijk overpowered en daar heb ik geen zin in. Oké, nou... Wat dus zeg maar het nadeel is, is hij ziet er niet meer zo eng uit op het moment dat je volwassen Link bent. Ik bedoel, ik vind hem niet meer zo eng. Volwassen Link is minder creepy tegen zo'n monster als eigenlijk de... Ja, kan ik nog een keer zo raken? Dat zou leuk zijn. Nee, oké. Ik bedoel, je verslaat hem ook sneller omdat je de Master Sword hebt in plaats van het botermesje van de Kokiris. Dus, ja. Oké, nou. Laat je lelijke bakkers maar dalen. Daalt u maar. Dank u wel. Hier... Nee, nog een keer. Hoofd omlaag. Hoofd omlaag houden. Doe je kop omlaag. Draai maar weer om. Ja. Je zou een jump attack kunnen doen, maar ik raad dat eigenlijk niet echt aan. Dus. Oké, nou. Handje. High five. Nou, eigenlijk. Dikke facepalm. Ook goed. Nou, dan ga jij helemaal daar staan. Waarom sta je nou zo ver weg? Nee, ik wil niet door je... Ik wil niet gefacepalmd worden. Ga weg. Ga fietsen. Oké, nou. Doe je hoofdje naar beneden, zodat ik je kan slaan. Ik vul mijn magie met jouw leven. En dan komt er een banaan. Of een kist in dit geval. Ja, kist rijmt niet dus. Ja, op aan dus. Jullie snappen me wel. Zo niet, sorry, zo wel. Hallo. Oké, nou als ik me niet vergis, dit is de eerste kist die we tegen kan komen. En volgens mij was dit al gelijk de item. Komen we zo achter. Of het is wc-papier, dat kan natuurlijk ook. Nee hoor, gelijk de dungeon item, de hover boots. With this mysterious boots, you can hover above the ground. The downside, no traction. En aangezien dat je al heel erg ver in het game zit, zitten we... Oh. You can even use this hoes as well, because there is no solid ground. Be brave and trust in the boots. Ze geven je geen hint hoe dat je hem moet equippen? Wauw, ze hebben van hun foutjes geleerd. Hoe is het mogelijk? Nee. Oké, nou, ik ga nou toch heel eventjes de Lens of Truth heel eventjes equippen, maar volgens mij zat hier nog een secret... Nee, de Lens of Truth, dank je. Volgens mij zat hier nog een secret chest ergens, eenmaal, andermaal... Nee, oké. Mijn excuses. Zat al een tijdje in de weg en dat is dan irritant als je dan, zeg maar, zo wil voice acten of wil spreken, dat je dan, zeg maar, zo in je keel hebt. Dus, ja, one with the eye of truth zal poepen op een wc. Weet ik veel. Ik weet toch zeker dat er twee van die kamers waren. Ah, ik ga nog heel eventjes voor de zekerheid met de Lens of Truth hier. Fijn, dan weet ik niet meer welke kamer welke is. Oké. Ja, pof. Ja, what is it? Serieus, stop nou eens met die irritante teksten, man. Dit is die kamer die we net gehad hebben. Hier zit die kist. Ja, oké. Duidelijk. Mooi. Nou, dan loop ik hier nog het rondje even af. Oké, hier zat maar één kamer. Goed, goed. Dan gaan we hier weer doorheen. Want ik weet toch zeker dat er hier nog een kamer zit. Hou je klep, Spirits of the Death. Ja, dit is die tweede kamer. En dan moeten we een Redead verslaan. Oh, wat een angst. Serieus, we hebben er zoveel moeten verslaan op het moment dat we kleine kindjes waren. En nou komen ze echt zo van, ja, hallo, ik ben een Redead. Oh ja, er zit hier ook nog Zielbed.
Hey, ik was met je broer bezig, ja? Ga heen. Dank je. Nog meer? Nee, dat was het. Oké. Wauw. Tweede kist al gelijk, off the bat. Geen probleem, zien jullie dat? Tweede kist, hier al gelijk. Wauw, mooi. Such epicness, such kist. Yep. We hebben wc-papier! Press start to get in the subscreen, blablabla. Leggen we nog steeds uit waarom, weet ik niet, maar oké. We hebben wc-papier. Nou, ik moet wel zeggen, ik vond jullie in de theorie over het kompas. Ik heb heel veel reacties binnengekregen over... Dat ik zei van ja, ik snap de logica's niet waarom dat je zoveel kompassen hebt. En de reacties die ik daar heb gekregen, vond ik echt heel erg leuk om te lezen. Hoe dat jullie mening daarover was. Echt al jullie theorieën over van tot hij ze achterlaat. Of tot het alleen maar de coördinaten zou bevatten van de dungeon. Ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk bedacht. Echt, mijn complimenten naar jullie toe. En jullie weten als ik over jullie praat, jullie weten zelf al welke reacties jullie achter hebben gelaten. Dus goed. Nou, om de weg naar voren te openen, hebben we hier dus zeg maar 5 skulls. En we moeten dus zeg maar dit ding laten wijzen naar de echte. Make me face the truth. The skull of truth. The alternate is the center of the deep darkness. Oftewel, als je dit verkeerd doet, gaat de vloer open, flikker je naar beneden toe en krijg je schade. Wat je dus niet zou willen hebben. Nou, je kijkt dus zeg maar met de lens of truth, dan zie je dus zeg maar deze hierachter. Volgens mij is het in elke playthrough anders, dat weet ik niet zeker. Maar we moeten hem dus zeg maar naar de derde skull toe draaien. Doe dit in één keer, want wil je dus weglopen dan, en je staat naar de verkeerde toegewezen, dan heb je een heel erg groot probleem. Heb je een issue, grab a tissue, wil je niet hebben. Dus ja. Goed, nou. Wij gaan nu richting de derde. Ik zou denken dat wel misschien ietsje sneller kon gaan. Oké. Zijn we goed? Kijk, als je gaat lopen dan zegt hij dat pas, want dan activeer je hem pas. Goed, nou hij staat goed. Nou gaat die deur dus open. En kunnen we dus zeg maar met de weg naar voren toe. Nou, aangezien dat we een hele leuke cutscene hebben gehad. Een hele leuke glitch. Een beetje al van deze dungeon hebben gehad. En vanaf hier het eigenlijk één rechte weg naar voren is. Dit is de grootste reden waarom ik dit de makkelijkste tempel ooit vind. Wil ik het bij deze aflevering laten, gaan we morgen dus verder in de Shadow Temple. Dus, heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten als je daar de tijd hebt. Laat het lekker achter als je daar de tijd hebt. Heb je vragen over deze tempel? Laat het weten als je daar de tijd hebt. En ik lees het dan. Ik reageer natuurlijk als je daar een vraag op hebt. En ik hoop jullie natuurlijk morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of ZP Ocarina of Time. Morgen dus verder met Shadow Temple. Ik ben al bezig zeg maar met voorbereidingen voor de nieuwe game. Ik ben ook bezig met kijken of ik een nieuwe weekend special zou kunnen vullen. Daar ben ik dan met mijn team alvast mee bezig. Is niet de hardcore special. Die zal pas na de volgende Let's Play komen. Dus niet naar deze, maar na de volgende Let's Play weten jullie dat ook. Kunnen we daar gewoon even goed voorbereiden. Mijn thumbnail designer die is ook hard bezig met de thumbnails. Ik zal hem kunnen vragen of hij me ook kan helpen met wat foto's en venstertjes. Maar dat laat ik jullie allemaal weten natuurlijk als de tijd er zover is. Nogmaals heel erg bedankt voor jullie support. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!